Jewish Caribbean, that's who we are. Tropical people with a David star. In the synagogue is where we pray, and maybe I should go today. Jewish Caribbean, that's who we are. Tropical people with a David star. Kippah in a Caribbean horizon. Going peace, shalom, O Zion. Joods bloed, dat stroomt door mijn aderen. Geloof in God en de drie aartsvaderen. Ik voel me Caribbean door mijn nationaliteit. Maar ik voel echt een band met mijn Joods identiteit. Ik hou me aan tradities als de zevende dag. Shabbat, onze rustdag. En werken niet mag. Met familie naar de snow, vrijdagavond. De allermooiste snow, elefant op de grond. Amsterdam, Curaçao en Suriname zijn al lang verbonden. Zo'n 500 jaar geleden vertrokken Portugese Joden vanuit Portugal naar Amsterdam. Daar konden Joden in vrijheid hun godsdienst uitoefenen. In het centrum van de stad ontstond de wijk die we nu kennen als het Joods kwartier. De markt op het Waterloopplein. De Jodenbreestraat. De Portugese synagoge. En het voormalige Hoogduitse synagogencomplex. Dat staat nu bekend als het Joods Historisch Museum. Een groep Joodse immigranten zocht zijn heil in Brazilië, dat toen in Nederlandse handen was. Ze waren vooral actief in de internationale handel. Vanuit Brazilië verspreidden ze zich in de loop van de 17e eeuw over het Caribisch gebied. Met name Curaçao en Suriname. Mijn naam is Agira Beck. Agira is mijn Joodse voornaam. En dat betekent, mijn broer is mijn vriend. Beck is de achternaam die ik heb gekregen van mijn vader. Mijn vader en mijn moeder zijn allebei Joods. Mijn vader komt uit Suriname en mijn moeder uit Israël. Ze hebben elkaar ontmoet in Jeruzalem. Ik ben opgegroeid in een Joods moderne orthodoxe familie. Ik woon naast de synagoge in het centrum van Amsterdam. Dit is de Portugese synagoge. De moedersynagoge van die van Suriname en Curaçao. Dit is mijn tweede huis, mijn synagoge. Joden in de Cariben. 4 eeuwen geschiedenis in Suriname en Curaçao. Maar Caribisch Joods, wat is dat eigenlijk? Hetgene wat we willen laten zien, dat is de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in de voormalige Nederlandse kolonie in de West. Nou, dat zijn er 4. Het is begonnen allemaal in het Nederlands Brazilië, het noordoostelijk gedeelte van Brazilië. Van daaruit zijn een aantal Joden zijn naar New York gegaan, Nieuw Amsterdam heette dat toen nog. Daar zijn ze kort gebleven. Ging het niet erg goed met ze, zal ik maar zeggen. En toen zijn ze uiteindelijk naar Curaçao en naar Suriname gegaan. Vanuit Amsterdam vertrok de eerste generatie Pinedo begin 18e eeuw naar Curaçao. Een geschiedenis van 300 jaar. Mijn vader is Bob Pinedo en mijn moeder is Init Pinedo Landsberg. In Spanje had je de Maranen. De Maranen waren Joden die hun religie niet mochten praktiseren. En die woonden in Spanje en Portugal. Zo ook de Pinedos, die heten vroeger ook geen Pinedo, want die namen zijn veranderd. Want in Portugal heten wij geen Pinedo, we heten Pinheiro. De Pinedos kwamen niet uit Brazilië, maar hij kwam uit Curaçao. Uit Amsterdam naar Curaçao. En daar begon het, in 1715. Thank you.
je een tentoonstelling maakt, moet je het zo doen dat je het verhaal vertelt aan een publiek dat in principe niets weet. Je moet het ook vaak wat vereenvoudigen en je moet het ook nog eens op een manier vertellen dat iedereen het kan begrijpen. Ik heb geprobeerd te kijken van wat nou de oorzaak is geweest dat het de bloeiperiode is geweest en dat het toen neerwaarts is gegaan. Dus dat zijn eigenlijk de onderwerpen die ik gekozen heb. Die onderwerpen die laten dus zien waarom het goed gegaan is en waarom het minder goed gegaan is. Ja. Dat is één ding. Daarnaast hebben we te maken met twee gebieden, Suriname en Curaçao. Die gebieden waren weliswaar allebei Nederlands, maar toch heel verschillend. Curaçao was een eiland wat vooral hele goede economie gekregen heeft, wat echt gebloeid heeft dankzij de handel. En de Joden waren daar een belangrijke factor in. Ongeveer een derde tot een half van de blanke bevolking daar, dat waren Portugese Joden. Dus voor Curaçao geldt dat het een handelseconomie was. Handel, winkels dus, van Joodse ondernemers. Bijvoorbeeld de beroemde Ritsfabriek, dat is een ijsfabriek in Willemstad, van Otto Senior. Kleinzoon David Servos haalt bij de tentoonstelling herinneringen op. Nou, wat je hier ziet is de fabriek, de Ritsfabriek, op de Scharloweg nummer 25. Die heeft daar sinds de jaren 50 tot het begin van deze nieuwe eeuw gestaan. Ik heb er zelf 10 jaar gewerkt, samen met mijn broers. En heel aan het begin met mijn grootvader, de oprichter, Otto Senior. Zo heet het bedrijf ook, Otto Senior NV, kun je bovenaan zien. Het zijn twee woningen, voormalige woningen, die tot kantoor en fabriek zijn verbouwd. En ik heb er hele mooie, plezierige herinneringen aan. Ook op het eiland Sint Eustatius, of Stacia, zoals de Stacianen zeggen, vormde zich rond 1660 een bloeiende Joodse gemeenschap. Als erfenis van de Joodse geschiedenis zijn er nog de muren van de synagoge, resten van de Joodse begraafplaats en fundamenten van de pakhuizen en woningen langs de kust. Als je naar Suriname kijkt, dan was het heel anders. Er was ook wel handel, maar dat was vooral een plantage-economie. En de Portugese Joden, die vanuit Portugal rond 1600 in Amsterdam zijn gekomen, die zijn net als andere Nederlanders, zijn ze naar Suriname toegegaan en hebben daar plantages gekregen. Op die plantages leefden zij met slaven. Dus we gingen daar dagelijks mee om. Die contacten staan aan de basis in feite van een vermenging die later in Paramaribo versterkt is tussen de Joodse bevolking en de Creoolse bevolking. Historica Cynthia McLeod, auteur van de historische roman Hoe duur was de suiker, heeft zelf een Joodse familiegeschiedenis. Mijn vader was Johan Verrier. En mijn moeder was Eugenie Leonarons. En of ik Joodse voorouders heb? Ja. Van alle bloed dat door me stroomt, is misschien nog het meeste Joods bloed. Want mijn vader is een kind van Henry Robert Verrier. Verrier eigenlijk. En Reina Fernandes. Mijn grootmoeder van vaders kant was dus een Fernandes. Joodser kan je het niet hebben in Suriname. En van mijn moeders kant was mijn grootmoeder een kind van Robles de Medina. En mijn grootvader was een Leonarons. Nou, dus 3 van de 4 waren kind van een Joodse vader en een gemengde moeder. En die gemengde moeder had ook weer Joods bloed. Dus in Suriname zeggen we wel eens: schud aan de stamboom van een Surinamer en er valt geheid een Jood uit. De Joden hebben zich in Suriname heel erg vermengd met gekleurde mensen. Ja? Met slavinnen, met kleurlingen. En
Het Joods zijn is gewoon een deel, het hoort bij je. Hè? We zijn niet meer Joods praktiserend, maar we weten wel allemaal dat we Joodse voorouders hebben. Die Joden die in Suriname zijn gekomen, eigenlijk behoren ze tot de eerste groep bewuste Surinamers. Kijk, de Indianen woonden altijd daar, toch? Indianen, het is hun grondgebied. Het was van Indianen. Maar er zijn kolonisten gekomen. Maar de kolonisten kwamen om rijk te worden en weer weg te gaan. Maar de Joodse kolonisten, die kwamen met de bedoeling om van Suriname te maken hun nieuwe vaderland. En de plek die ze toen hebben uitgekozen en waar ze hun mooie stadjes zijn gaan bouwen en waar de eerste synagoge op het westelijk halfrond is gebouwd, de plek die wij later Joden-Savannah zijn gaan noemen, zij zelf noemden die plek ons nieuwe Jeruzalem aan de rivier. Ze hadden attachment met het grondgebied. Ja, dus ze waren de eerste echte bewuste Surinamers. Dit is de Suriname rivier. De Suriname rivier. En dan heb je de Para-rivier. En dan heb je weer... en bovenaan, hè. Maar de Joden zijn vooral naar boven Suriname gegaan. Dus dit gebied, dit gebied. En dat is een bewuste keuze van ze geweest. Want boven was het water beter. Hè? En... waarschijnlijk dachten ze ook dat als ze voorbij, laten we zeggen, het hoofdstadje van de Engelsen, voorbij Torarica waren, dan waren ze veiliger voor eventuele buitenlandse vijanden. Ja? Dus ze hebben bewust gekozen, denk ik. Voor de suikerindustrie waren werkkrachten nodig. En in die tijd was het gebruikelijk om daar tot slaafgemaakte Afrikanen voor in te zetten. Ook Joodse handelaren en plantage-eigenaren maakten daar gebruik van. Joden zijn gekomen met slaven, zeker. De eerste Joden die zijn gekomen om suikerplantages te beginnen in Suriname, zijn gekomen met hun slaven. Joden hadden dus slaven. Vanzelfsprekend, als je plantage, in die tijd, als je plantage had, had je slaven. Dus ze kwamen vanuit Brazilië, ze hadden in Brazilië al plantages. Ze zijn gevlucht naar Suriname toen... Brazilië in handen kwam van die katholieke Portugezen. En in Suriname hebben ze ook plantages gehad. En in Suriname kon je in die tijd, in de 17e en 18e eeuw, kon je geen plantages hebben als je zonder slaven. Dus Joden zijn slavenhouders geweest, ja. En hebben slaven gehad. Wat mijn ervaring is met een paar mensen, hoor, dus het is een heel voorzichtige ervaring die ik geïnterviewd heb, dat schijnt ook wel een beetje representatief te zijn, dat mensen op Curaçao er nog wat moeilijker over praten dan in Suriname zelf. Dus het is moeilijk eruit te krijgen. En het is natuurlijk dan ook zo dat het is niet makkelijk om iets te vertellen als je dat niet uit eigen ervaring hebt meegemaakt. Het gaat hier natuurlijk over de generaties daarvoor. Maar mensen hebben het wel meegekregen. En het ligt ook bij de Joodse gemeenschap gevoelig. Hè, dat het een praktijk was die ethisch niet deugde, zoals we daar nu tegen kijken. Dat is heel duidelijk natuurlijk. En in die tijd was dat anders. Het was gewoon deel van het leven. Joden wonen dus al zo'n 400 jaar op Curaçao en in Suriname. Ze beïnvloeden onder meer de taal. En bouwden er hun synagoge. De allereerste synagoge is gebouwd in 1685, was die klaar. 12 oktober 1685. En dat is de allereerste synagoge op het hele westelijk halfrond. En dan zou je zeggen, ja, maar die mensen kwamen uit Brazilië. Ze zullen toch ook een synagoge gehad hebben in Pernambuco en Recife, waar ze vandaan kwamen. Nou, dat hadden ze, maar dat was niet als een synagoge gebouwd. Dat was gewoon huis dat als synagoge werd gebruikt. Maar de synagoge op Joden-Savannah, die van 1685, die is helemaal gebouwd zoals een synagoge gebouwd werd.
Daarna is er een synagoge gebouwd voor de andere Joden in de Keizerstraat. Hè? Voor de Askenazi-Joden in de Keizerstraat. Dat eerste jaar weet ik niet meer precies. Dat was een kleine synagoge. In 1734 is er voor de Portugese Joden weer een synagoge gebouwd in Paramaribo. Ze hadden eentje op Jodensavanna, maar nu in Paramaribo. Die is op de hoek van de Klipstenenstraat en de Herenstraat. En die staat er nog. Die is van 1734. En die van de Keizerstraat, die zo mooi naast de moskee staat, die is in 1833 met de grond gelijk gemaakt. En er is een nieuwe gebouwd. En die was klaar in 1835. Dit is de stamboom van mijn moeders kant van de familie. Zij heet Bodile de la Parra. En haar vader, Pim de la Parra, hij is dus Surinaams. Hij is daar geboren. En ik ga even kijken. En deze stamboom stamt af volgens mij van rond 1700, zoiets, 1680. En het idee is dat wij, dat onze familie dus komt uit Portugal. En daar zijn ze, vervolgens zijn ze gevlucht naar Italië inderdaad. En daar hebben ze volgens mij iets van 100 jaar gewoond. En uiteindelijk zijn ze vanuit daar gevlucht naar Suriname. En daar hebben ze ook een aantal plantages gehad. En uiteindelijk zijn ze steeds meer dus naar de stad verhuisd. En nu wonen ze eigenlijk allemaal in Paramaribo een groot deel. En degene die wij kennen van de familie de Para, dus onze die wij goed kennen, die zijn allemaal eigenlijk niet echt meer Joods. Ik zou heel erg hopen dat Curaçaonaren, dus Antillianen en Surinamers, ook naar deze tentoonstelling komen. Omdat het ze aanspreekt, omdat ze zich daar zelf in zullen herkennen. Dus door naar deze tentoonstelling te komen, kunnen ze zien wat in hoeverre hun eigen identiteit ook gevormd is door de Joodse identiteit. Jewish Caribbeans, we are tropical people with a David star. Keep up in the Caribbean horizon, going peace, shalom. Zitten vraagt of ik morgen ook kom. Maar ik denk aan moeders eten, aan het dossier en pom. En je weet dat ik vele dingen niet mag eten. Drijven dieren net als varken, insecten, krabben of kreeften. Zo ben ik een Acosta, zo ben ik een Maduro. Mijn culturele erfgoed voelt als een cadeau. Het jodendom is mijn geloof en daar hou ik me aan vast. Ik ben een tropical Jew, een Caribbean in mijn hart. Turn yourself around, the world is spinning. Feel the magic of a new day. Open your heart to a fresh start, send your fears away. You've made mistakes, you feel it. You got what it takes, believe it. Any wrong can be made right, just forgive me, you need not fight. Shana Tova Umetuka, it's Rosh Hashanah. Shana Nana Tova Umetuka. It's Rosh Hashanah. So many new hopes waiting to find you. Open your eyes, the dreams you prize are all around you. The smiles are hiding, no use in guessing. Make up your mind. De Curaçaose Maureen Levison kent gerechten uit de Antilliaanse keuken die een Joodse oorsprong hebben. Ze trakteert Moreno en zijn oudere broer Jermo op lekkernijen. Vandaag ga ik met jullie dus
lettertjes maken. Lettertjes is dus een echt Curaçao's gerecht dat uit de Joodse keuken komt. Tot één. De spullen die gebruikt worden zijn niet kosher. Je moet er bepaalde rituelen ondergaan om kosher te zijn. Ho, ho, ho. En dat is dus niet gebeurd. Nog een beetje. En daardoor is het eten wat ermee wordt gemaakt ook niet kosher. Ho, ho. Ja. Dus op Shabbat mag ik geen elektriciteit gebruiken en ik mag niet werken. Ik mag geen dingen die je kan zien als creëren. En werk mag niet, mag gewoon niet doen. Wacht even, je mag geen elektriciteit gebruiken? Ja. Dus je mag niks aanraken met elektriciteit? Nee. Hoe doe je dan het licht aan? Ja, dat laten we gewoon aan. Het doe je niet aan. Doe je dat, voor Shabbat doe je het aan en laat je het aan voor de komende dagen? Ja, gewoon een hele dag, ja. Oh, wauw. Shabbat begint om vrijdagavond en het eindigt om zaterdagavond. Dus het is één hele dag en elke week is het? Ja. Dus je hebt geen bepaalde dag gehad, dus het is gewoon elke week dezelfde dag? Ja. Oké. Okay. Maar dan mag je dus ook geen telefoon gebruiken? Nee, helemaal, nee, geen telefoon. Wauw. En wat gebeurt als je dat wel aanraakt? Ja, dan heb je het aangeraakt. Ja, er gebeurt niks. Oh, okay. Dus. Een lettertje is altijd een S. De S komt van seder. En je weet de sederavond, ja. Dat weet je, dat hoef ik je niet uit te leggen. En daarom zijn de lettertjes altijd in de S, omdat het uit de Joodse keuken komt. En men altijd de S van seder. Maar het wordt niet alleen maar, het is gewoon een Antilliaans gerecht. Want iedereen eet lettertjes in de katholieke kring, in de protestante kring. Het is gewoon een Antilliaans gerecht geworden. Ja. Maar ik bedoel, in mijn ogen, ik heb niks tegen geloof, dat helemaal niet. Ik respecteer de mensen. Maar het lijkt mij zelf moeilijk om aan bepaalde regels te voldoen. En dan, het voelt voor mij als je een vrijheid wordt weggenomen, weet je wel. Ik heb in mijn ogen heel veel vrijheid om dingen te doen die ik graag wil en op de manier op ik graag wil. En als je dit soort dingen hoort, dan denk je van ja, er zijn mensen die hebben het toch best wel goed in de regels en die hebben het toch best wel nog, zijn we ook nog gelukkig, weet je wel. Ja. Dus het zou te doen zijn, maar het zou lastig zijn. Ja, zoals ik het zie, het gaat niet per se om gelukkig zijn uiteindelijk. Of, ja, gaat er wel om. Maar kijk, je zegt, je vrijheid wordt weggenomen, maar volgens ons geloof is het zo dat als je aan deze regels voldoet, je bijvoorbeeld naar de hemel gaat. Of ja, je, precies. Ja, dat soort dingen. Jullie hebben een doel waarop jullie het doen. Precies. Ja, dat snap ik. Maar het lijkt me toch heel moeilijk om dat doel toch vol te houden. Met al deze dingen te doen, toch om dat doel te bereiken. Ja. Dat lijkt mij heel moeilijk. Dat snap ik wel. Ik ben Nofar Kreinaga. Ik ben geboren op Aruba, in een ziekenhuis. Onder die ziekenhuis waren er allemaal waterlelies. En die heette Nofar. Nofar heeft ook een betekenis in onze Torah, onze Bijbel. Kraaienhagen komt van mijn Nederlandse vader. Hij is later Joods geworden. Thuis bij Nofar Kraaienhagen in Amstelveen beginnen de voorbereidingen op Shabbat al vrijdagochtend. Shabbat is eigenlijk bedoeld een rustdag te zijn. Op Shabbat mogen we niet auto rijden. Dingen die worden gezien als werk. We mogen ook niet tekenen. Al die dingen die we niet mogen, dat heet in het Ivriet moktze. Maar we mogen wel bijvoorbeeld een boek lezen. Bijvoorbeeld dingen wat je rustig doet. Want God heeft ons de zevende dag, Shabbat, dus gegeven, zodat we zullen rusten. Want de hele week zijn we bezig met werk en met stress en met allemaal dingen. En de zevende dag, dat is bedoeld om rust te hebben. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu mitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat kodesh baruch mekadesh Shabbat v'Yisrael. Nou, dit kookboek heb ik van mijn moeder gekregen toen ik hier kwam studeren. Dat was in 2002, dus in Nederland kwam studeren. Recipes from the Jewish Kitchen of Curaçao. Nou, anyway, ze heeft nog een heel lief berichtje erin geschreven voor mij in augustus 2002. Liefste Joël, heel veel kookplezier. De recepten zijn makkelijk en heerlijk. En veel van ze ken je al omdat je ze zo vaak bij de synagoge hebt gegeten. Heel veel liefs, mama. Nou, la pobre madre, maar ik heb nog nooit iets uit het kookboek gemaakt. We zijn nu in 2014 en ik heb het dus al meer dan 12 jaar. Maar het is nog nooit gebruikt.
op een gegeven ogenblik had mijn tante, zag ik opeens, kwam die ham weer, maar dan zei ze, dit is turkey ham, is iets minder erg. Het is natuurlijk ook geen kosere turkey, maar nee. Het was turkey ham. Ja, want die rabbijnen die kwamen uit het buitenland, die probeerden ons steeds op te voeden. Want dit is niet Joods wat jullie doen. Nee, precies. En hadden wat van, een van die tanten zei, we hebben de inquisitie overleefd, we zullen jou ook wel overleven. We blijven gewoon die ham eten hoor. Maar dat was, die ham was er echt niet uit te krijgen, maar op een gegeven ogenblik inderdaad kwam er turkey ham. Nu eet ze turkey ham. Nu eet ze turkey ham. Maar op feesten is ook de grootste tafel, is niet de tafel waar je eet, maar is de tafel waar je snoept. Dat is de snoeptafel. Oh. Er is een aparte snoeptafel. Daar zijn we mee opgevoed. Hè? Meestal die douche. Allerlei taarten, flan, hapjes, cocada, letter. Ja, echt al die dingen. Want chupa bebe. Allemaal heerlijkheden. En eten was gewoon eten. Weet je, dat hartige eten. Maar die tafel met de zoetigheid, dat is lekker. Leven volgens de spijswetten was in de Caribische samenlevingen niet altijd even makkelijk. Yvonne Landman-Emmanuels weet dat nog van haar jeugd in Suriname. We hielden ons zoveel mogelijk aan de spijswetten. Maar op een gegeven moment, dat doe ik nog steeds hoor. Maar op een gegeven moment was de slager, die was zo oud geworden, meneer Abrahams. En toen hadden we gewoon geen sjogrit meer, geen slager meer. En dan moet je alternatieven gaan zoeken. Of geen vlees eten, dat kan natuurlijk ook. Tot heel lang heeft hij de kippen nog geslacht. Maar kippen werden toen al thuis geslacht. Dus we hielden ons zoveel mogelijk aan de regels. Joods bloed, dat stroomt door mijn aderen. Geloof in God en de drie aartsvaderen. Ik voel me Caribbean door mijn nationaliteit. Maar ik voel echt een band met mijn Joods identiteit. Ik hou me aan tradities als de zevende dag. Shabbat, onze rustdag. En werken niet mag. Met familie naar de snor, vrijdagavond. De allermooiste snor, elf zand op de grond. Wat ik weet van mijn tijd in Suriname is dat je hebt verschillende godsdiensten overal. En in Suriname werd iedereen in zijn waarde gelaten. Voordat ik naar Nederland kwam was ik op een gegeven moment een paar vriendinnetjes ergens. En dat voor het eerst drong het me door. Ik had een Chinees vriendinnetje, een Nustaans vriendinnetje, een Neger vriendinnetje. Een paar van alle kleuren wat. En dat we zo naar elkaar keken en denken van ja, dit is toch eigenlijk wel apart. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat het tot me doordrong. Dus je groeit op met alles, alles met elkaar. En dat is gewoon. De Curaçaose zussen Tamara, Elena en Elisabeth Winkel hebben Joods zijn van huis uit meegekregen. Jodendom was niet alleen maar naar de synagoge gegaan. Helemaal niet. Het was juist wat je van huis uit. Ik weet dat Tamara, Elena en ik op een gegeven moment heel erg op Yom Kippur samen aan het nadenken waren van oké, maar wat maakt je dan op een gegeven moment Joods? En bij ons is het echt de tradities die we van onze moeder, van onze oma hebben meegekregen. Het zijn de kleine dingen, dus dat je ook echt matzes eet op Pesach of dat je de warme sangria maakt op Yom Kippur. En het is het nadenken over, ik kan me herinneren, je hebt natuurlijk na iedere dienst heb je zo'n moment dat je eigenlijk een heel deel uit de Torah moet lezen. En ik weet nog dat vanaf wij kind zijn, zei ma eigenlijk al, weet je wat, dit is het moment dat je nadenkt over je dankbaarheid, over wat jij allemaal hebt in je leven. Ze heeft het zelfreflectie praktisch gemaakt. Ja. En dat denk ik dat Elena heel erg doorgeeft aan haar kinderen. Het praktische gedeelte van het Jood zijn, het dankbaar. Het is gewoon een prachtige religie. Ja. En we hebben dat heel erg van huis uit in een huiselijke sfeer meegekregen. In plaats van alleen synagoge of Hebrew school. Het was er allemaal echt het traditionele. En meer in het aspect ook sociaal-maatschappelijk. Dat er een bepaalde, vond ik althans ook erbij, dat je dus echt, het is een kleine gemeenschap, maar je kan altijd op elkaar rekenen, als het ware. En je doet ook veel met elkaar. Het is, het was eigenlijk bijna een gezellig, warme nest. De beleving van het Jodendom op Curaçao is absoluut anders dan de beleving van het Jodendom in Nederland, voor mij. In Curaçao is er veel minder een religieus aspect.
Het religieuze Jodendom Curaçao is bij de Sefardische gemeenschap is eigenlijk opgehouden te bestaan. Het is voor een belangrijk deel een cultureel Jodendom. Wat geen waardeoordeel van mijn kant is, maar zo een soort feitelijke vaststelling. Dus dat deel kan ik daar moeilijk delen met mensen. Het religieuze Jodendom zoals ik dat althans beleef. Het Joodse leven op Curaçao draait vooral om de snoa, de synagoge. Mensen vinden het heerlijk als ze in de snoa zijn. Dan voelen ze zich erg Joods. Dan voelen ze zich verbonden met het Jodendom. Dus als er een feestdag is, bijvoorbeeld Pesach of Sukkot, dan eet men in de tuin van de snoa, de patio. Dat is heel erg Curaçaos, open in de buitenlucht, heel erg gezellig. Dat associeer ik met het Joodse leven op Curaçao. En dat is anders dan hier. Hier, ik voel me absoluut verbonden met de Portugese synagoge hier, maar ik kan niet zeggen dat het leven in en rond de synagoge hier een hele belangrijke plaats inneemt van de Jodendomsbeleving. Dat is hier toch veel meer thuis, op school. Dus Curaçao is het meer rond de snoa. Wanneer ik later ouder ben, zou ik met een Joodse man willen trouwen. De Joodse tradities willen volgen. En orthodox willen leven. Bijvoorbeeld de feestdagen, het eten, Shabbat willen houden, kosher eten. Zo, als ik niet zo zou leven, dan zou ik me heel vreselijk voelen. Want ik weet dat dat de enige manier is om een goed mens te zijn. Dat ik de Joodse tradities voortzet. En als ik dat niet zou doen, dan zou ik me heel vreselijk voelen. Dan zou ik me niet comfortabel erbij voelen. Maar stel je voor, je gaat uit, hè? Je komt één mooi meisje tegen. Gewoon echt een heel mooi meisje. Zou je dan gewoon met haar... Daar gaat alles over, als het mooi is, toch? Maar mag het dan wel? Wat? Mag ik? Zou je met haar mee mogen gaan en zo? Zou je er mogen daten? Zou je met haar mogen zijn of zou dat niet mogen? Nee. Je moet per se een Joods meisje? Ja. Oh, wow. Maar is het dan moeilijk om bijvoorbeeld echt een Joods meisje te vinden? Want na school zie je voor mij dan niet echt dat je bepaalde... Het is niet heel erg moeilijk, maar ja, er zijn nog gewoon niet heel erg veel. Wauw. Je kan ook naar andere landen gaan. Bijvoorbeeld België zijn veel meer Joden in dan hier. Of gewoon naar Israël. Ja, precies. En ja, dan vind je sowieso wel iemand. In a synagogue is where we pray, and maybe I should go today. Jewish Caribbean, that's who we are. Topical people with a David star. Kippah in a Caribbean horizon. Go in peace, shalom, O Zion. Joods bloed, dat stroomt door mijn aderen. We zijn een kleine groep, zoals je wel merkt. En vele mensen weten niet van onze gewoontes. En je moet altijd uitleggen. Je moet toch wel uitleggen. En bijvoorbeeld, er worden constant dingen georganiseerd op vrijdagavond. Weet je, dus vrijdagavond is onze dag dat wij naar de synagoge gaan. Maar dan zal je een bruid hebben op vrijdagavond. Ik zit dan in een vakbond en dan bestuursvergadering op vrijdagavond. Weet je, dus je moet continu uitleggen, weet je, kan ik vrijdag niet, want het is mijn feestdag. Maar ik moet wel zeggen, het wordt wel altijd gerespecteerd als je het uitlegt. Dus ik werk al 35 jaar voor het gouvernement. Ik heb nooit een probleem gehad met een vrije dag aan te vragen voor mijn Joodse feestdagen. Dat krijg je altijd. Het wordt dan ingehouden van je vakantie, maar het wordt jou nooit het recht ontnomen om jouw geloof uit te voeren. Diana's echtgenoot Marlon is katholiek opgevoed en heeft zich bekeerd tot het Jodendom. Toen ik haar echt heb leren kennen officieel en ik ben voor de eerste keer naar de synagoge gegaan, zoals ze zei, daar heb ik die connection gemaakt en zei nee. Het is gewoon als een switch. Het klikte gewoon. Dus ik kwam binnen bij de synagoge en je zit daar even en het is gewoon alsof
het is nu rustig, oké, okay, zit even, praat met de mensen. En ik voelde me meteen thuis, echt waar. En vanaf toen, ja, vanaf toen is alles begonnen. Ja, ik heb mijn tijd genomen om te bekeren, maar officieel, Joods. Het is wel moeilijk om uit te leggen hoe ik het voel, maar het is wel, hoe ze zeggen in het Engels, it comes naturally. Dus ik voel me wel gebonden aan, als ik een synagoge zie, dat ik binnenloop, ik voel wel iets van, aha, het komt me wel bekend voor. Feestdagen, bepaalde regels die je moet volgen. Dus ik heb wel een connection, maar niet dat ik het zozeer kan uitleggen van, ja, ik voel dit. Maar het is gewoon, het voelt van nature dat het zo moet gaan en ik zie het ook niet anders gaan. Mijn oma was heel vrooms opgevoed, heel, heel vrooms. Jongens en meisjes gingen naar aparte yeshiva's. Een soort Joodse dagschool voor Joden, jongens en meiden. En ze waren heel streng opgevoed. En mijn moeder zei dat mijn oma dat helemaal niet heeft overgedragen aan mijn moeder. En geen één klein beetje. Wel feestdagen, tradities en eten. Een paar, niet alles. Maar niet echt zo streng. Dus dat heeft mijn moeder ook niet bij ons gedaan. Behalve het feit wel dat we elke vrijdag naar synagoge moeten en meedoen met feestdagen. En als je moet vasten, vast je wel. Dus meer, ze noemen dat in het Engels secular. Dan, ja. Tropical people with a David song. Kippah in a Caribbean horizon. Go in peace, shalom, Hosanna. In alle hoeken van de wereld is het jodendom te vinden. Onze tint kan verschillen, maar het geloof komt van binnen. Verbonden door cultuur, geschiedenis en religie. Eén volk, één hart, het voelt aan als een familie. We zijn vaak met elkaar en lopen dezelfde wegen. Bidden samen in de snow van de Joodse gemeente. Samen op een Joodse school, een Joodse vereniging. Dus samen door het leven met dezelfde vriendenkring. Jewish Caribbean, that's who we are. Tropical people with a David star. In a synagogue is where we pray. And maybe I should go today. Jewish Caribbean, that's who we are. Tropical people with a David star. Kippah in a Caribbean horizon. Go in peace, shalom, O Zion. Heeft de Keppel in de Caribe nog toekomst? Ik hoop het. Denk het wel. Denk het wel. Dus weg zal het nooit zijn? Ik ben minder optimistisch. We hebben een plicht daarin. Dat zou ik heel erg vinden. De Surinaamse Joden houden hun tradities in ere. Maar ik kan me geen land voorstellen zonder Joden. In het Joods Historisch Museum wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de tentoonstelling Joden in de Cariben. We zijn dus nu in de laatste fase van de tentoonstelling gekomen. We zijn nu aan de hand van dit album samen met Anne aan het kijken van wat er wel en niet uit kan gehaald worden. Mm-hmm. Zonder dat het kapot gaat. Het liefst zou je alles er gewoon uithalen wat je nodig hebt. En dat in het echt laten zien, origineel. Maar dat zal niet gaan. Mm-hmm. Omdat het... Als je het uit gaat halen dan kapot gaat, komt door die lijm waar het mee vastgeplakt is. En het is heel broos, heel dun papier vaak. We zijn dus nu aan het kijken wat we wel een origineel kunnen laten zien. En wat we in reproductie willen laten zien. Is dat soms problemen lijken ontzettend groot. Dan denk je, hoe gaan we dit in godsnaam doen en hoe gaan we het op tijd doen? En toch lukt het altijd. Omdat je altijd ook je kan ook besluiten iets niet te doen, want wat niet weet, wat niet deert. Ja. Uiteindelijk, het staat erop. Het lijkt nu nog onhaalbaar, maar het staat erop. Ik garandeer je op 29 januari. Kijk even die kant op, diepe zucht. En het staat er, het is klaar. Ik sta hier
hebben wij een boekje van een M. Teitelbaum. Ik weet niet zeker wat de voornaam was. Misschien Maurits, dat zou kunnen. Maar er waren in elk geval Teitelbaums ook in Suriname. Die daar een tijdje hebben gezeten vanuit Nederland. En hier is een boekje omdat er een nieuwe wetsrol werd ingewijd in Suriname. En dat werd blijkbaar feestelijk gevierd. En nou ja, een boekje dat daarover gaat. Meer kan ik er zelf niet over zeggen. Maar ja, maar leuk. Dit is natuurlijk het allermooiste van de hele tentoonstelling. Natuurlijk, er hangt heel veel en er is heel veel. En het is gewoon een trip down memory lane, want aan die kant staat ook nog mijn oma op een filmpje, et cetera. Waar we ook eerder over hebben verteld. En ik raad iedereen aan om de tentoonstelling te komen zien en om je te verdiepen in de Joodse cultuur in de Cariben. Omdat het echt een hele rijke historie is. Hierachter staat er ook een maquette waar je ziet dat het ooit 30% van de bevolking was. Dus het is gewoon echt een deel van onze geschiedenis en iets wat je niet mag missen. Dus zie het, leer het en beleef het. Ja, nu ik weet wat Abrahams voor mij betekent en hoe ik iets te maken heb met het Jodendom, heeft mij natuurlijk heel veel verteld over mijn familiegeschiedenis en hoe mijn leven van mijn voorouders eigenlijk was, wat ik eigenlijk helemaal niks van wist. Het heeft me heel veel duidelijk gemaakt over hoe mijn familie was en hoe familie leefde. Joodse identiteit uit zich op veel verschillende manieren. Vanuit religieuze zin zijn we niet Joods opgevoed. We vierden één Joodse feestdag per jaar, misschien anderhalf. Grote Verzoendag, Yom Kippur, altijd. En eigenlijk alleen één. Ik heb het idee dat er ook een Joodsheim bestaat wat niet geïnstitutionaliseerd is, zoals een lidmaatschap van de synagoge. Maar iets dat door je aderen, dat door je bloed. En ik geloof dat we dat wel heel sterk hebben. Daarnaast vierden we ook kerst. Want mijn vader kreeg altijd een kerstboom cadeau van aannemer. En dan stond er, ja, wat moet je met dat ding? Nou, ja, laat het maar in huis staan. Dus we hadden een chanukka en een kerstboom. Ja, wij zijn deel van die groep mensen die over de hele wereld verspreid zijn. En als wij in nu nog zelfs in Iran komen bijvoorbeeld, en wij gaan naar een vrijdagavonddienst, dan zijn het dezelfde gebeden die worden gezegd als in onze snoa. Het is zo'n onlosmakelijk deel van onze identiteit dat ik niet kan zeggen dat ik niet Joods ben opgegroeid, maar religieus Joods niet, maar wel lotsverbondenheid Joods. En weten waar je vandaan komt Joods. En bewustzijn van wie je bent in de maatschappij Joods. Dat soort Joods wel. Ik ben niet echt Joods opgevoed, maar ik denk en zie en weet dat er wel heel veel dingen die ik heb meegekregen, dat die een Joodse achtergrond hebben. Ja, of ik vermoed. En misschien schrijf ik sommige dingen ook wel toe. Dat weet ik niet, omdat ik dat leuk vind. Maar ik heb wel heel veel associaties met de Joodse kant van mijn vader en hoe wij thuis over dingen praten of hoe hij over dingen praat, over dingen met elkaar. Ja, hoe we met elkaar omgingen. Ja, ik vind zelf wel dat ik er Joods uitzie, alhoewel ik ook wel weer vind dat dat minder wordt naarmate ik ouder word. Maar ja, dat komt misschien omdat ik word ook wel steeds donkerder, omdat ik natuurlijk wel van mijn moeders kant aanleg heb om donker te zijn. Want mijn moeder heeft een hele donkere huid. En ik denk dat ik dat een beetje ook ga krijgen naarmate ik ouder word. En dus, ja, zoals ik al eerder zei, ik was als kind heel licht van huid. En dat vond ik er wel zelf, als kind vond ik mezelf er heel Joods uitzien. Ik denk dat mijn Caribische kant en of identiteit en mijn Joodse kant, dat die in mijzelf nu elkaar niet meer in de weg zitten. Maar ik denk wel dat ik daar vroeger wel wat last van heb gehad. Omdat, ik ben natuurlijk wel katholiek opgevoed. En dus Caribisch katholiek even, dat is voor mij nu even één ding. En ik vond het altijd lastig omdat je dan te horen kreeg dat
Joden hadden Christus vermoord. En ik was dan Joods, dus ik dacht dat er een hele, in die zin, een hele zwarte kant, maar op een andere manier zwarte kant, in mij zat. Weet je, dat dat niet, was, niet goed was, dat dat geen goede combinatie was. En later ben ik veel meer de overeenkomsten gaan opzoeken tussen die twee kanten. En daar maar het leukste steeds maar van benadrukt en uitgehaald. En ja. Baruch she'amar ve'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch yoshe bereshit, Baruch omer ve'ose. Nou, het grappige is, als kind, toen ik naar Hebrew school ging, daar leerde ik dus Hebreeuws lezen. En we leerden het ook schrijven. En ik zat op Hebrew school van mijn 7e tot mijn 12e ongeveer. Daarna heb ik natuurlijk nog wel een beetje bij de synagoge ook nog wel een beetje gelezen. Maar toen werd ik lui, toen was ik een teenager, dan had je geen zin om het Hebreeuws te lezen. Dus dan las je de fonetische tekst. En in Nederland had ik dus 10 jaar lang eigenlijk niks meer gedaan met het Jodendom. En toen ik het weer begon op te pakken, merkte ik langzaam maar zeker toen ik weer naar een paar schooldiensten ging, dat ik toch weer dat Hebreeuws kon lezen. Heel langzaam, maar dat ging op een gegeven moment steeds sneller. Dus ergens in je hersenen zitten toch nog bepaalde schakels of iets. Het zit er nog opgeslagen. En als ik Hebreeuws lees, ik heb geen idee wat er staat. No idea. Maar ik kan het wel volgen en een beetje, ja, toch lezen. Maar goed, met fouten. Maar it's still somewhere in the brain. Hier heb ik ook nog een mezuza. Die heb ik gekocht in Israël in april dit jaar. Die moet nog worden opgehangen bij mijn deur. Dat is nog niet gebeurd. En hier is de blessing die er nog in gedaan moet worden. En dan moet ik hem nog ophangen. Dus er is nog genoeg op mijn to-do-list. Ik moet nog mijn Joodse gerechten gaan maken. Ik moet nog mijn mezuza gaan ophangen. Dus to be continued. Ik heb 2 of 3 koffers afhankelijk van hoe lang ik wegbleef. Ik heb in elke koffer heb ik een stukje matze. Altijd in een papieren servetje. En dan nu tegenwoordig doen we er een plastic zakje omheen, want anders gaat het heel erg kruimelen. Ja, en dat neem je dan mee in je koffer. En dan dat is dat je een veilige reis zult hebben. Dit is mijn vader zijn kiddushbeker. Die heb ik hem zelf gegeven toen ik was afgestudeerd. En als dank voor mijn opleiding en mijn, voor alles. En hij was er ontzettend blij mee. Dus het is niet zo vreselijk oude bekerreis van 1965. En hij is ook niet Surinaams, hij is gewoon hier in Nederland gekocht. Maar ik hecht hier heel erg aan en het gaat ook naar een van mijn, of naar mijn zoon of een van mijn kleinzoons.
Het wordt moeilijk, denk ik. Als iedereen zo vertrekt. Maar ik hoop het. Men is trots op zijn geschiedenis, men is trots op de SNOA, men is trots op de familie, het Joodse familieleven. Dus weg zal het nooit zijn, maar het religieuze deel, absoluut, dat zullen we langzamerhand vaarwel moeten zeggen. En kijk, in Suriname is het niet zo moeilijk, want al die verschillende etnische groeperingen, die doen dat. Ze leven op een geweldige mooie manier met elkaar samen. Toen de moskee gebouwd werd naast de synagoge, waar haalden ze water en elektriciteit? Bij de synagoge. Ja? Dus iedereen vindt dat heel gewoon. Dus het gaat nog lang blijven in Suriname. Gezien de verbanning van de Joden kan je overal Jood zijn. Dus ik kan in de jungle van Suriname ook Jood zijn. Je hebt zelf rabbijnen die zeggen, een Jood, ook al woont hij in de jungle en hij heeft nooit andere Joden gezien, zal hij toch de Hebreeuwse taal kunnen verstaan. Ik weet niet of ze het als een grap bedoelen, maar ik vond het wel een mooie uitleg. Dus met andere woorden, ik kan tussen de Marons leven en toch Jood zijn. Het Jodendom in Suriname, wat ik hoor, stelt niet zoveel meer voor. Ze zijn heel erg liberaal geworden, maar dat is hun keus. Ik hoop alleen dat het blijft bestaan. Natuurlijk hoop ik dat. Kijk, er is één synagoge die is op een gegeven moment... De binnenkant is verhuisd naar Israël. En mijn oom, een broer van mijn moeder, die was jaren geleden eens een keer naar Suriname. En die ging dus daar weer kijken. En dat was datzelfde gebouw stond er nog, maar het was een computercenter geworden. En dat, ja, de binnenkant was allemaal naar Israël gegaan. En dat vond hij verschrikkelijk. Het zou heel jammer zijn van de synagoge. Want dat is een gebouw dat ik heel erg koester. Dat is gewoon de parel van Poenda. Daar is een stempel die de Joden ook niet alleen op de handen, maar ook op de cultuur, op het denken, op heel veel intellectuele vlakken zo'n belangrijke rol gespeeld. Dat kan haast niet, dat niet blijft. Dat stroomt ook door de aderen. Dus ik denk dat dat zal blijven. Ik denk dat het niet meer op een gegeven moment voorbij is. Dat het een museum wordt en dat het... dat er gewoon niet genoeg mensen zijn. En dat het gedoemd is om uit te sterven en om een reliquie te worden bijna. Dus dat ik ben wel eens dat het museum altijd zal blijven en het erfgoed zal altijd blijven. Maar een levende gemeenschap, ik ben bang dat dat voorbij gaat. En dat er misschien af en toe getrouwd wordt nog, omdat het een hele mooie synagoge is. En dat er... misschien een bar mitzwa voor mensen uit het buitenland. Maar de gemeenschap zelf op een gegeven ogenblik wordt steeds moeilijker om een minyan, om 10 mensen te hebben voor de gebeden. Dus ik denk op een gegeven ogenblik wordt het een museum. Dan kan je nog zien wat het geweest is. Je bent Joods, je hoort bij de gemeenschap. Maar ze mogen wel assimileren. Gewoon... omgaan met iedereen en ook accepteren dat er mensen Joods kunnen worden nu. Ik denk dat er op Curaçao een aantal issues zijn. Allereerst de groep die dus niet terug is gegaan. Misschien ooit nog, maar nu niet in ieder geval. En ten tweede, er zijn zoveel mixed marriages waar het zo liberaal is geworden dat ze eigenlijk nooit meer naar de synagoge gaan of naar Hebrew school gaan, et cetera. En dat vormt wel een probleem. Maar die roots die liggen al in Brazilië en Suriname al veel langer. En om te bedenken dat je dan denkt, oh nee. En dan als dat inderdaad zover komt dat we niet doorgaan. Maar ja, vanuit ons drie, we betalen nog iedere maand of ieder jaar gewoon mee aan de synagoge, omdat we het wel heel belangrijk vinden dat het blijft voortbestaan. En als we er zijn, dan gaan we. Ja.
Maar believe me, een mooiere synagoge dan de Curaçaose synagoge Mikve Israël Emmanuel is er gewoon niet. Caribbean's who we are. Tropical people with a David star. Kippah in a Caribbean horizon. Go in peace, shalom, O Zion. Mijn naam is Livni en mijn naam is Yuval. Dat wij elkaar kennen is natuurlijk geen toeval. Want beide zijn we Joods. Zaten op dezelfde school. Maar we kijken beide anders naar het Joodse geloof. Voor mij zijn het de wetten, de cultuur en traditie. Voor mij de feestdagen, samen zijn met de familie. We willen beide trouwen met Joodse vrouwen. Om het Jodendom in stand te houden. Caribbean, that's who we are. Tropical people with a David star. In the synagogue is where we pray. And maybe I should go today. Jewish Caribbean, that's who we are. Tropical people with a David star. Kippah in a Caribbean horizon. Go in peace, shalom, O Zion. That's who we are.